Ik ben vandaag in IJmuiden. Ik sta bij de Netto Vismarkt. En we gaan het vandaag eens hebben over het fileren van vis. Het is natuurlijk fantastisch als je een visje vangt. En nog veel lekkerder als die op je bord ligt. Maar er zit natuurlijk een hele fase tussen. Ik ben vandaag te gast bij John Willems. En als er iemand is die weet hoe je vis moet fileren, dan is het John wel. Dus we gaan eens naar John toe. Hey, John, Gijs. Ik zie dat je al druk bezig bent met de voorbereidingen. Ja, dat klopt, hè. Aan het slijpen. Ja, kijk, het begint. Goed fileren begint met een goed mes. En ik. Het beste kun je gewoon je mes slijpen op een natte steen. Dus deze steen heeft gewoon de hele nacht al in dat water gelegen. En in een hoek van 15 graden trek ik hem over me heen, over de steen heen. En straks zet ik hem nog aan met een klein staaltje om de staaldelen te richten. En dan is hij om te scheren. Hier een hele tafel vol met vis. Wat ligt hier nou eigenlijk precies op tafel? Ja, Gijs, er liggen platvissen en rondvissen. Kijk, hier hebben we nog een schol. Nou, we zitten nu in februari, dus die zijn vrij mager. Ik heb hier takbordjes. Leuk ook om even te laten zien. Kijk, ze hebben hier een sneetje om ze te ontbloeden. Waardoor het vlees witter wordt en meer delicaat. Ja, en dit is natuurlijk de koningin van de platvissen, de tong. Helemaal vol met kuiken. Die gaan we straks ook fillen voordat we die kunnen tongen, want het huisje is niet te eten. En dat tongkuiten wordt in deze tijd ook echt gebakken. Nou, hier gaan we over naar de rondvissen. Deze herken je wel, denk ik. Dat is een makreel. En hier ligt zijn zusje. En hier hebben we wijtingen. Daar gaan we straks de ouderwetse lekkerbek van snijden. En hier heb je rode poon en grauwe poon. Die grauwe poon die heeft een slechte kwaliteit, maar dat wilde ik ook even laten zien. Hè, om straks te vertellen hoe je kwaliteit herkent. Ik heb hier een schelvis. Heel kenmerkend is die hele donkere zijstreep. Maar ook die Petrusduim. Het verhaal gaat dat Petrus hem daar uit het water heeft gepakt. Nou, hier zie ik kabeljauw, zonder kop. Dan weet ik ook dat hij uit Noorwegen komt, want die transporteren hem zonder kop. En hij is nog van geweldige kwaliteit, want hij is nog gedeeltelijk lijfstijf. Dus is hij ook e-kwaliteit. Heel blij mee, daar ga je straks ook een stuk van meekrijgen. Heek. Heek wordt ook wel mooie meid genoemd. En hele zachte vis. Je mes moet dan echt super scherp zijn, want anders, plat gezegd, verkloot je hem. Maar het is een hele lekkere vis om te bereiden op verschillende manieren. Nou, dan hebben we nu gezien wat we gaan fileren vandaag. Je ziet het wel, een hele berg. Maar de eerste vraag is natuurlijk, wat voor messen en andere materialen heb je nou eigenlijk nodig? Wat voor messen en andere materialen gebruik je nou als je vissen gaat fileren? Ja, dat is een goede vraag. Want het begint inderdaad bij het juiste mes. En je ziet hier een sortering messen. Dit is een heel raar mes, hè? Maar dit noemen wij een koppenmes. Hard, hè? Dus dat buigt ook helemaal niet. Daar snij je inderdaad vinnen en koppen mee af. Voor grote vis kun je het ook gebruiken om ze te strippen. Hè? Dus de buikwand openen en de kieuwen en de darmen eruit. Een geweldig mesje waarmee ik zelf soms fileerwerk doe. Dit is een heel buigbaar mes. En die gebruik je vooral voor platvis. Dat is fijn, want dan kan die, kijk maar, kan die lekker meegaan op de graad. Omdat je platvis over het algemeen stekend snijdt. He, dus met de scherpe kant naar voren, duwend. Dit mesje is veel minder flexibel. En die is heel erg geschikt voor rondvis. En in Nederland vangen wij natuurlijk niet de allergrootste kabeljauwen. Maar toch is dit kleine mesje geschikt om zelfs de grootste zeewolf te snijden. Nou, dan heb ik er eentje naast liggen. Ja, dat is eigenlijk een allemansvriend. Daar kan je platvis en rondvis mee snijden. Maar tegelijkertijd is die ook nog eens een keer heel licht. En ergonomisch handvat heeft die ook. Waardoor je het fileren lang volhoudt. Het staal is ook belangrijk, want dit is zweetstaal en dat is harder. Dat betekent dat het langer scherp blijft, maar dat je wel wat meer moeite hebt om hem scherp te krijgen als hij eenmaal bot is. Vandaar ook deze natte steen, hè? Want die natte steen die is ideaal om ze te slijpen. En vervolgens heb je maar een klein staaltje nodig om heel rustig de staaldeeltjes te richten, waardoor die vlijm scherp is. En je hoort al aan het geluid dat het mes scherp is. Ik fileer hier zo graag mee, ik leg hem eigenlijk bijna nooit weg. En dit is een hele mooie schaar, want die knipt. Zowel links als rechtshandigen kunnen hiermee knippen. En hier knip je kleine koppen af, maar eigenlijk vooral voor stekels en vinnen.
Hè, bij de zeebaars, als ik die rond ga bereiden, dan knip ik natuurlijk alle vinnen eraf voordat ik de schubben eraf haal. En omdat dit getand is, gaat dat echt veel eenvoudiger. Het kost veel minder kracht. Nou, op tafel de eerste vis, de makreel. John, wat voor materiaal gebruik je nou om die makreel te gaan fileren? Nou, eigenlijk twee messen uit het assortiment, Gijs. Kijk, die allemansvriend, hè, waar ik heel graag mee fileer. En deze, het type kabeljauw. Dat geeft wel aan dat het ook een rondvismes is. Alle twee redelijk hard, maar toch nog enigszins flexibel. En super scherp, want ja, die makreel die is zacht. Het is een vette vis, dus die is zacht. En als je met een botmes hier gaat snijden, dat doen wij dan harken, dan komt er echt geen knappe filet af. Kijk, en als je dan gaat fileren, begin dan echt met de punt. Je beweegt naar voren, zodat die echt goed ingesneden is. Je legt je mes vlak. Hier, misschien ging het te snel voor de camera. Maar dan heb je in één keer een filet. Dus het is in feite een kwestie van een ineenvloeiende beweging het mes te langs laten gaan. Juist, want anders krijg je allemaal happen in je filets. En nu is hij mooi strak. He, zal ik het nog eens laten zien op het karkas, terwijl er geen filet op zit. He. Dus je begint zo en je begrijpt wel dat hier de buik zit. He. Daar wil ik echt niet in snijden. Ik beweeg naar voren, waardoor ik op de wervelkolom lig. Vervolgens leg ik hem plat en door hem zo te houden, schuin te houden, maak ik gebruik van de anatomie. Dan zie je hoe vers die is, want hij bloedt zelfs nog een beetje. Als ik mijn mes zo hou, en dat zie ik veel gebeuren, dan zit ik tegen de werveltjes aan in de wervelkolom. En dan maak ik het mezelf moeilijk. Dus de eerste belangrijke regel, of de tweede eigenlijk, hè, want je moet een scherp mes hebben. Maar de tweede belangrijke regel is, hou je mes schuin, zodat je optimaal gebruik maakt van de anatomie van de vis. We hebben nou de eerste kant gefileerd. Nou valt me eigenlijk op dat er toch nog wel behoorlijk wat vlees is blijven zitten aan deze kant. Snij je dat ook niet weg of laat je dat zitten? Ja, dat is een hele goeie. Kijk, makreel en bijting ook, hè, dat zijn relatief goedkope vissoorten. Die wil je het liefst niet strippen. Kijk, want de buik zit nog vol. Dat kost heel veel tijd. En eigenlijk is het meest eetbare gedeelte is wat hier zit. Dus ik offer dus in principe dit stukje op om snelheid in fileren te winnen. Dit doe je natuurlijk niet bij de duurdere vissoorten. En je ziet ook dat ik deze fileerwijze met de rug van me af doe. En straks bij de dure soorten komt de rug naar me toe te liggen. Dan wil ik echt elk grammetje eraf. Oké. Okay. Kun je nou ook nog eens laten zien hoe je de andere kant doet? Want we hebben natuurlijk nog een kant en daar zit natuurlijk ook een filetje op, denk ik. Zeker. Kijk, en dan moet ik hem omkeren uiteraard. En het vervelende is dat ik mijn hand hier moet houden. Dus ik hoop dat jullie het goed zien. Waarom mijn hand hier? Ja, als ik hem hier hou, heb je kans dat ik in mijn handen snij. Dus ik heb hem hier. En dan beweeg ik weer naar voren. Dit gaat precies hetzelfde. Ik leg hem vlak en ik trek naar achter. En als je dit dan ziet, dan weet je van, oké, ik heb net even te diep gefileerd. Dan zitten hier graadjes. Die kun je er ook uithalen. Dat is geen probleem. Kijk maar. Gewoon heel rustig, snijdend, onderlangs. En nu is hij volledig ontdaan van de buikgraten. Wel zitten hier nog wat vleesgraatjes. Die zaten op het karkas net boven de buikwand. En die zitten bij elke rondvis. Dus is filet altijd 100% graadloos? Nee. Dan moet ik nog een handeling doen. En dat laat ik straks graag bij een andere vis zien. Voor het eerste resultaat. Twee prachtige makreelfilets. Dan gaan we door naar de wijting. John, hoe pak je dat nou aan als je wijting wil gaan fileren? Ja, wijting is eigenlijk de ouderwetse lekkerbek. Goedkoop visje, makkelijke eiwitten vroeger. En wat je dan doet is eerst eventjes de rugvinnetjes eraf knippen. Nou, dat gaat met dit schaartje zonder enig probleem. En als ik nou dat hele filetje eraf haal, net zoals bij die makreel, dan heb ik eigenlijk maar een heel klein lekkerbekje. Dus ik ga proberen de filets aan elkaar te houden. En wat ik ook even doe, is de schubbetjes eraf. Ze zijn er niet zoveel, maar het werkt alleen maar van de staart naar de kop. Kijk maar, kijk die schubbetjes, anders heb je die als een soort van zandkorreltjes in je mond. Vind je ook niet fijn? Dat zijn er inderdaad maar een paar, hè? Ja. Er zijn er waarschijnlijk ook al een aantal afgegaan in het net van de visserman.
Kijk, en nu ga ik hetzelfde doen als dat straks met die makreel. Ik zet mijn mes erin, beweeg naar voren, leg mijn mes vlak en beweeg rustig en het mes ook weer schuin naar de staart toe. Andere kant ga ik nu doen. Weer naar voren, trek hem terug. Maak hem hier even goed los. En kijk, hatseflats. Je trekt zo die filet eraf. Zie je dit? Dan kan je dat nog even wegsnijden. En nu heb je een gevlinderde wijting, want zo heet de techniek. En die is gewoon, dit is gewoon super lekker om als lekkerbek te gebruiken. Ik heb gevaren met beroepsvissers. En als ik lekkerbekken ging bakken voor ze, dan vroegen ze juist om deze en niet eens om kabeljauw. We hebben nu de kleine rondvis eigenlijk gehad. Gaan we naar de grote rondvis. En de vis waar John mee gaat beginnen is een heek. En nou is mijn eerste vraag, John. Wat is nou precies een heek? Ja, dat is een goede vraag. Want die zie je heel weinig op de markt. En waarom? De Zuid-Europeanen, Spanje, Portugal, Italië, die zijn dol op heek. In Portugal heet het geloof ik ook Melusa. En dat zie je heel veel terug in hun visgerechten. Dus de heek wordt op de Noordzee gevangen in de zomer en gaat bijna allemaal naar het buitenland. Het is een ontzettende lekkere vis, maar ook een hele zachte vis. De visserlijn noemen hem ook heel vaak mooie meid. En ik denk dat het te maken heeft met die zwarte bek van de binnenkant. En als ze net ook gevangen zijn, dan is dat innerin zwart en dan zijn die ogen ook gewoon heel helder en mooi. Dus waarschijnlijk vandaar daarom mooie meid. Op tafel de heek. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe je dat gaat doen. Hoe pak je dit nou aan? Ja, dit is een hele andere techniek als die ik straks heb laten zien. Want nu ligt de rug naar me toe. Want ik wil zoveel mogelijk van het visvlees wil ik van de graat af. En dat kan niet als die met de rug van me af ligt. Kijk, ik pak gewoon die fin omhoog. En de eerste snede die ik zet is zo kort mogelijk achter de kop langs. Want hier zit ook visvlees. En vervolgens snij ik hem los. Nu ga ik eigenlijk een beetje met mijn kont naar achter staan. Leg de vis zo kort mogelijk op het snijblad, want anders krijg je last van je rug enzovoort. En dan zet ik mijn mes hier, beweeg naar voren. En als ik er eenmaal op lig, snij ik heel rustig. Zie je, het hoeft allemaal niet zo vlug. Maar ik maak net zoals bij die makreel gebruik van de anatomie. En zie je dat die eerste snee helemaal niet zo diep is? Dat komt straks. Dan steek ik over en daar bedoel ik mee, ik ga vanaf deze vin ga ik naar de buikholte aan de andere kant. En ik hou mijn mes weer helemaal zo schuin naar de staart toe. Zie je dat ik ook elke keer mijn hand bescherm? Kijk, waarom stak ik over? Hier zit die wervelkolom. Als ik zo oversteek, blijft hier allemaal visvlees zitten. Dus ik deed het zo en dan gaat het eraf. Vervolgens ga ik de vleesgraadjes opzoeken en de buikgraad en ondertussen snij ik dit ook los. Ja, dit gaat bijna in één beweging, zie je? Hier heb je de buikgraten. Pak ik het buikflapje in mijn hand en ik fileer zo terug. En dan hebben wij een prachtige heekfilet. Dit is niet dezelfde heek als die je in de viswinkels koopt. Want dat zijn diepvriesheekjes, die worden in Namibië en dergelijke gevangen. Meteen gefileerd en ingevroren. Goedkope lekkerbekjes. Deze kwaliteit is zoveel beter. Ik snap het wel hoor, dat die Spanjaarden zo graag Melusa eten. Zie je? En bijna al het visvlees is er ook af. En ik heb de buikwand, heb ik er ook aan laten zitten. Die wil ik ook hebben. Dat is een dure vis. Oké, okay. En dan nou, doe je naar de andere kant? Ja, precies. Dan draai ik hem om uiteraard. Ga ik eerst weer die kop vrij snijden. Zie je wel? Helemaal tot hier. Dan mag voor mij dat buikvinnetje eraf. En nu ga ik bij de staart beginnen. Je kan je voorstellen, als ik nu hier begin, dan sta ik heel raar te fileren. He, dan zit ik mezelf in de weg. Dus ik begin hier. Ik leg hem ook weer lekker kort langs het snijblad. En als ik goed lig, trek ik ook weer in één keer door. En nu is dit ook los. Ik ga weer oversteken. Mes schuin. Zie je? Helemaal los. Vervolgens ga ik die
buikgraten opzoeken en die vleesgraatjes doorsnijden. Dat hoeft allemaal niet snel. Ja, als je beroepsfileren bent moet dat wel snel. Maar wij als hengelsporters hoeven dat niet. Oh, is dat niet helemaal los hier? Ja, nu wel. En de tweede filet is op het vinnetje nou los. Deze nog even. En zie je hoe zwart die buikvlies is? Is dat nou iets wat je kan laten zien? Of moet je dat ook weghalen, die buikvlies? Ja. Kijk, in principe is het esthetisch. Want je proeft er niks van. Het is ook heel zacht. Dus je krijgt het bijna niet weg, maar je kunt het gewoon met je mes een beetje wegkrabben. Ik laat het gewoon zitten, wat je wil. De heek is gefileerd, maar wat ligt er nou precies op tafel, John? Ja, kijk, hier hebben we de staartstukken. Die zijn perfect om lekker bekken van te bakken. Maar je kunt ze ook gewoon op het houtje bakken hoor. Het nadeel hiervan is wel dat ze hier wat dunner zijn dan daar. Daarom gaat frituren wat mooier. Of je moet ze zo bereiden. Dat kan natuurlijk ook, dan zijn ze even dik. Zit er alleen nog wel het huidje tussen. Dit zijn de ruggetjes of de haasjes. Kijk, als je die op het houtje bakt en je legt ze in de oven op 120 graden ongeveer. En je doet er een kernthermometer in en je laat ze 55, 56 graden kerntemperatuur worden. Dan zijn ze perfect. Dan zijn ze nog super zacht. Terwijl het huidje krokant is. Nou, en wat je hier ziet is een buikwandje waar het buikvlies vanaf is gehaald. Dat ziet er natuurlijk wel wat smakelijker uit. Kijk, en hier zit hij er nog aan. Ja, het is bij heek best wel veel werk. Het teken, als het goed vast zit, het buikvliesje, is ook het teken dat hij nog lekker vers is. Hoe makkelijker dat het eraf gaat, des te minder vers dat hij is. Ja, maar je kan dit dus het beste gewoon met de hand eraf halen. Ja, ja, dat is, bij een kabeljauw, die we straks gaan fileren, zul je zien dat dat buikvliesje er veel makkelijker af gaat. Dus, staartstukken, rugstukken of loins of haasjes en de buikwandjes. Nou, deze ga ik zeker niet weggooien, want dat wordt gewoon gibbeling. Nou zie ik op tafel inmiddels een kabeljauw, die is een stuk groter dan de heek natuurlijk. Is de manier van fileren nou hetzelfde? In grote lijnen wel, alleen hier is de kop af. En kop is eigenlijk een soort van handvat, altijd handig als die eraan zit. De kop is eraf omdat die uit Noorwegen is gekomen. En ja, het transporteren van een kop, waar we in Nederland niks mee doen, kost eigenlijk alleen maar geld. Dus haal er maar af. Wat er nog wel aan zit zijn de buik en de borstvinnen. En die willen we natuurlijk niet in de filet. Dus het is iets lastiger fileren, maar we gaan het op dezelfde wijze doen. Ik leg hem weer vlak bij me. Ik pak die vin en ik snij zo veel mogelijk van het visvlees eraf. Draai mijn mes om en snijd dit gedeelte eraf. En dit is wel grappig, want dit wordt tegenwoordig ook vaak verkocht als kabeljauwcarbo's. Want hier zit nog best wel veel visvlees aan. Nou, dit kan je frituren en dan kan je dat lekker gaan peuzelen. Maar er zitten heel veel soorten graat in en schouder en dergelijke. Maar voor de soep te trekken is dit ook geweldig. Nou, je ziet dat hij lekker vers is, want het bloed is nog echt gewoon helemaal rood. Dit is overigens wat hier tegenaan zit, is het niertje. Het ziet er nog heel fris uit. En de huid is nog helemaal glimmend. De veerkracht van het visvlees is gewoon goed. Dus dit is E of A kwaliteit. En gelukkig is hij niet meer helemaal lijkstijf, want dan is het erg lastig fileren. Nou, dan leg ik hem weer zo neer. Ik zet mijn mes erin. En ik maak gebruik van de graten en de wervelkolom. En ik snij in één keer zo door. Kijk, dit is eigenlijk hetzelfde als wat ik met die heek deed. Ik steek weer over. En ik hou mijn mes schuin. Dan ga ik zo terug om de buikgraten te zoeken. En heb ik die eenmaal gevonden, dan ga ik die vleesgraatjes doorsnijden. Zie je hier het ruggetje al komen? Kijk, zie je die vleesgraatjes, die zitten hier. Ik heb ze nu bijna allemaal doorgesneden. En nu ga ik over de buikgraten ga ik weer terug. Omdat ik het buikwandje eraan wil houden.
even. Dan leg ik deze even weg. Kijk, dan zie je dat ik eigenlijk heel zuinig heb gesneden. Want die anaalvinnen, die zitten er nog aan. Dat is helemaal niet erg. En dan snijden we die er zo af. Een kabeljauwachtig heeft altijd 2 anaalvinnen en 3 rugvinnen. Kijk, en nu zie je eigenlijk een hele grote filet. En dan ga ik die ook weer zo snijden dat ik veel rugfilet overhoud, want die is waardevoller. Een staartfilet, nou, dat is een hele grote lekkerbek wellicht. Zo, net rechts langs de vleesgraten gesneden. Dus die buikwanden, die kunnen mooi de kibbeling ook in. Kijk, en dit vliesje gaat er veel makkelijker af dan bij die heek. Hoppa. En dan ga ik hier nog een keer langs, links langs die vleesgraten. En dan heb ik een prachtige kabeljauwloin. Nou, hetzelfde verhaal. In een redelijk hoog vuur op de huid bakken. Zout en peper erop. Leg hem in de oven op 120 graden. Kerntemperatuur erin. En als die 58 graden is van binnen, dan is die super, super zacht. Terwijl het huidje krokant is. En het krokante huidje, die leg je op je eten, wat je hebt gemaakt erbij. Met het huidje erboven, dat die mooi bruin en krokant blijft ook. Nu heb je gezien hoe je kleine en grote rolvis moet fileren. Maar dan ligt er op tafel natuurlijk ook nog een partijtje platvis. Dus we gaan nu eens kijken hoe John die platvis fileert. John, met welke vis gaan we beginnen? We gaan naar school doen. Dus ik ben nu ook eventjes van mes gewisseld. Kijk, lekker flexibel. Want deze snijwijze is heel anders. Mooie school, hè? Sommigen verwisselen school nog wel eens met bot. Maar een school is naar twee kanten toe glad. Als je zo hier met je vinger overheen gaat, twee kanten glad. Heeft oranje-gele stippen, heeft een bot soms ook. Maar bij een bot voel je hier echt kenmerkende, ja, botjes eigenlijk. Dus dat is een mooi ezelbruggetje ook. Oké. En die platvis, die leg je eigenlijk zo neer. Dan snij je ook weer zo krap mogelijk langs de kop. Je keert je mes om en nu zit de scherpe kant zit aan de buitenkant. Daarstraks fileerde ik eigenlijk zo, met de scherpe kant naar binnen. Zie je? Kijk, en dan zet ik nog een sneetje bij, dat ik echt helemaal tegen die wervelkolom aan zit. Ga ik er overheen. Ja, in deze tijd is de school heel mager. We zitten nu in februari. Hè? Maar goed, er komt toch nog een aardig filetje af. Wat een mooi filetje toch? Zeker. En ik doe het nu niet, omdat ze zo mager zijn. Maar normaal gesproken halen we hier ook nog de vel vanaf, de bruine kant. Want die smaakt enigszins bitter. Ik vind het zelf niet erg, maar sommige klanten wel. Zie je? Oké, en als je deze nou wil bakken of wil bereiden, hoe doe je dat dan? Je kan hier echt alle kanten mee op, maar ik zou gewoon wat olie en roomboter in de pan doen. Klein beetje bloem en dan bakken bij half hoog vuur. Je begint op het vleeskantje en als dat bruin is, keer je hem om. Dat duurt 2, 3, 4 minuten en dan laat je hem zo nog even op het huidje bakken totdat het krokant is. School kan best wel wat hebben, dus je bakt hem ook niet heel snel droog. Mij is nu duidelijk hoe je nou een school fileert, maar ik ken ook mensen die hem in één keer zo in de pan gooien. Hoe maak je nou een school schoon? Ja, ga ik je laten zien. Kijk, wat ik eraf wil dan is deze vinnen, staartvin, de kop en nog iets in de buikinhoud. En dat ga ik allemaal laten zien. Ik ga als eerste die kop eraf snijden en daar heb je dit mes voor nodig. Dat harde mes, hè? Ik noemde het ook koppenmes. En dan ga ik zo krap mogelijk langs de kop, door de wervelkolom, dit kost even kracht. En de kop is eraf. Zie je? En nu wil ik die vinnen eraf. Nou, dan gebruik ik die heerlijke schaar weer voor. En het staat er eigenlijk ook een beetje opgetekend waar je moet knippen. Precies tussen het vlees en de graten in. En als je dat dan goed doet, dan zie je ook dat het een beetje rondloopt. Zie je? Dus zo heb je het heel zuinig gedaan. Dan pak ik deze. En het kan ook met het panklaarmes. Maar ik ga je wel vertellen, het kost ontzettend veel polskracht. In de beroepsverwerkers die doen het echt met dit mes. Maar ik hou er ook wel van om gewoon mijn polsen te sparen.
En het gewoon te knippen. Zoveel school vang ik ook niet. Dus ik hoef er ook niet zoveel schoon te maken zoals de mensen van de Netto Vismarkt. Want die staan soms gewoon kistenschool schoon te maken. En die gaan niet knippen hoor. Kijk, en dan zie je hier zie je nog kuit. Nou, dat kuit is heerlijk. Laat je lekker zitten. Maar hier zie je tegen de wervelkolom aan, zie je een bloedje. Dat moet eruit, want dat is een niertje. En niet dat het giftig is of zo. Maar als dat erin blijft zitten en je gaat het bakken, dan komt dat als een bloederige massa op je, in je pan terecht. Dat wil je niet. Nou, dit moeten we nog even uitspoelen met water. En dan heb je een schol die pan klaargesneden is. Superlekker. Hoe bak je die schol dan? Ja, goede vraag. Oké, die boter en die olie. Dat is wel mijn favoriet. En dan leg je hem eerst op de witte kant, totdat die bruin is. Duurt voor dit formaat schol 5-6 minuten. Dan draai je hem om en dan bak je nog 5-6 minuten de andere kant. De truc van vis bakken is, keer hem zo min mogelijk om. Want de vis is een veel zwakker dan vlees. He, dus probeer hem maar één keer om te draaien. En dan heb je meteen dat mooie bruine kantje, tenminste het witte kantje wat bruin is geworden, heb je boven. En dan is het smullen. Gewoon lekker met je vork alles eraf schuiven en opeten. Tot zover eigenlijk de basiscursus visfileren. Nou heb ik begrepen dat jij ook fileerworkshops geeft. Kun je daar iets over vertellen? Ja, graag zelfs. Bijna elke maand, behalve in de zomertijd wanneer er veel zeebaars zit, hè, want ik ben ook visgids, organiseren we workshops met allerlei verschillende thema's, rond vis, rond- en platvis of platvis. In de pauze bakken we ook en dan leren wij je, en ik zeg met nadruk wij, want er zit een hele groep vrijwilligers bij, en Michel Gouda helpt me ook als trainer daarbij, maar onze vrouwen die zetten koffie enzovoorts. Het is één groot gezellig gebeuren, maar wij leren je wel echt in een paar uur de basis van het fileren. En zoals ik al eerder zei, het zit hem echt in de messen en in de meshouding. En het mooie is dat wij altijd aan het eind van de workshop heel veel zakjes met vis kunnen vacuümeren, zodat mensen hun eigen filets mee naar huis nemen. En het ook nog eens een maand of zes kunnen bewaren in de vriezer. Al kan je dat beter niet doen natuurlijk, hè. Oké, en als ik daar nou iets meer over wil weten of ik wil inschrijven, waar kan ik dan terecht voor informatie? Ja, via de site, heel simpel, www.visling.nl. En daar zie je drie dingen. Daar zie je fileermessen en fileermaterialen. Daar zie je de workshops. En daar zie je informatie over het vissen op zeebaars en kabeljauw. Dat gebeurt allemaal door Visling. Klik je de workshops aan, dan kun je keuze maken uit verschillende workshops. En er staan er voor dit jaar volgens mij nog, zo even uit het blote hoofd, 7 gepland. Dus er is nog ruimte. En gezellig. Mijn dag visfileren met John Willems zit erop. Ik ga weer naar huis. Mocht jij nou mijn filmpje zo leuk vinden dat je zegt, joh, ik wil wel op de hoogte blijven van wat die gozer in de toekomst post, abonneer je dan gewoon op mijn kanaal, op Vistips. En vergeet niet alleen de abonneeknop in te drukken, maar ook het belletje aan de rechterkant. Dan ben je als eerste op de hoogte van mijn nieuwe postings in de toekomst. Ik ga er vandoor. Wij zien elkaar vast weer ergens in de toekomst. Tot ziens.